De eerste vaccins die zijn ontwikkeld zijn genetische RNA-vaccins. Maar wat zijn dat eigenlijk? Het RNA-vaccin bestaat uit een genetische code voor het spike-eiwit. Dit zijn die gekke uitsteeksels van het coronavirus dat wordt gebruikt om onze cellen binnen te dringen. Het vaccin lijkt dus op het coronavirus, maar is maar een heel klein stukje en niet het hele virus. Als je het vaccin krijgt, zien de beveiligers van het afweersysteem dat er een indringer is en schakelen ze hem uit. Als dan vervolgens het echte coronavirus probeert binnen te dringen, wordt dat ook herkend en wordt het ook direct uitgeschakeld. Je bent dan immuun. Sommige mensen zijn bang dat het RNA-vaccin ook het DNA kan veranderen. Wat is daarvan waar? Helemaal niets. Het DNA ligt opgeslagen in een soort kluis in de cellen. En het RNA-vaccin kan wel de cellen indringen, maar heeft niet de sleutel van de kluis. Het RNA-vaccin kan dus echt niets aan je genen veranderen.